Vandaag maak ik het mezelf heel makkelijk. Ik eet vanavond alleen. Ik had vandaag geen zin om te koken. Ik heb het wel verdiend, want ik heb 12.000 stappen gezet. Niet mijn record, want ik zit er ver boven de rest van de dagen. Maar ik vond vandaag wel eventjes een lazy meal. Dat heb ik wel verdiend. Eat with me. Ik heb mijn favoriete takeaway hier voor me. Dit is van Easy. En het is geen spon, gewoon zelf betaald. Het is echt super lekker. Het is echt een van mijn favorieten. Dan kan je zelf je groente kiezen, zelf je saus kiezen. En zelf je basis kiezen, bijvoorbeeld rijst of noedels. Allerlei toppings. En er zitten ook wel wat vegan opties bij. Deze bestaat uit zilvervliesrijst, 5 groenten, tofu en satésaus. En ik vind hem zo lekker dat ik hem ook heb nagemaakt. Ik zal hieronder het recept linken. Hier had ik wel trek in. En ik neem natuurlijk af en toe een slok water, want misschien weet je het. Ik doe mee aan de 75 Hard Challenge, waarbij ik heel veel water drink per dag. En dat gaat hartstikke goed. Het leek me wel leuk om wat vragen te beantwoorden die gesteld zijn via Instagram. Ik heb wat vragen binnengekregen en ik ga er een paar beantwoorden. Ten eerste, waar kennen jij en Fabien, mijn vriend, elkaar van? En hoe vond je daten als introverte persoon? We zijn elkaar voorgesteld in een kroeg waar ik al altijd kwam, eigenlijk in die periode. In 2016 was dat. Ik heb hem nog nooit gezien daar. Maar het was ook op een avond, een zondagavond, waar ik nooit uitging. En eigenlijk wilde ik helemaal niet. Ik had helemaal geen zin. Ik was helemaal niet lekker en zo. En Fabien eigenlijk ook niet, bleek later. Maar toch zijn we gelukkig allebei die avond gegaan. En werden we dus aan elkaar voorgesteld en sloeg de vonk over. En een week daarna hadden we een date. Sindsdien zijn we samen. En hoe het daten mij als introvert beviel. Ik ben daar niet echt ingegaan als ik ben introvert, ik heb me niet anders opgesteld of zo. Ik heb gelukkig niet te veel bij nagedacht. En ook Tinder tegenwoordig natuurlijk, al dat soort apps. Maakt het ook wel makkelijker om vanaf je schermpje veilig thuis te kunnen voorbereiden, zeg maar. Dat je elkaar leert kennen via een schermpje. Dat is voor een introvert wel een makkelijkere manier dan op iemand afstappen. Wat ik echt nooit zou doen. Nooit zou. Nee. Draag je kleding van zijde, want dat wordt toch gemaakt door rupsen. Nee, ik draag geen kleding van zijde. En dat deed ik ook al niet voordat ik veganist werd. Maar inderdaad, zijde wordt van rupsen gemaakt. En dat is niet vegan. Nee, ik draag sowieso geen wol. Geen leer, geen zijde. Dus dat sowieso niet. Maar ik draag sowieso zijde. Ik heb niet zoveel met zijde. Wat doe je voor indoor workouts? Nou, dan doe je dus op, waarschijnlijk heb je dat gezien op dit formulier. Wat ik heb laten zien bij de vorige video. Ik doe dus mee aan de 75 Hard Challenge. Ik zal hieronder linken waar het over gaat. En daar heb ik een formulier waarbij ik dus de dingen die ik moet doen tijdens de challenge afvink. Waaronder een outdoor workout. Maar dat kun je eigenlijk, dit heb ik niet zelf gemaakt, dus dat stond er zo. Het is niet echt een workout, het is wandelen. En dat doe ik dus 2 keer per dag. Dus dat is, ik ben niet van de workouts. Daar ben ik echt niet van. Dus ik wandel 2 keer per dag 45 minuten. En dat bevalt heel goed. Ik zit er ver overheen, meestal. Dat is dus mijn outdoor workout. Ik ben echt niet van de workouts. Krijg je meer dan 3 liter weg? Ik ben wel blij als ik de 2 liter haal. Ja, het is echt een uitdaging. Dit is 710 milliliter. Daar drink ik eigenlijk de hele dag uit. Ik vul dus 's ochtends een gallon. Dat is dus 3,7 liter. Het is pittig. De eerste dagen was het pittig, maar het wordt eigenlijk steeds makkelijker. Het wordt ook wat warmer nu weer. Warmere dagen. Nou, dan drink je sowieso wat meer. Dus ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Het is ook heel veel. Maar ja, als je het een paar dagen doet, dan went het steeds meer. En 2 liter is ook goed. Als je niet aan de challenge meedoet. Als je maar meer, als je gewoon veel water drinkt per dag. Water is zo goed voor je. Ben je eerst lang vegetariër geweest voordat je vegan werd? Oh ja, heel lang. 28 jaar. Ik werd vegetariër toen ik 10 was. Uit eigen beweging. Ik kom echt uit een carnivore familie. Nadat ik iets op tv zag over een slachthuis. En ik toen de link legde van hey, daar komt dus dat eten vandaan op mijn bord 's avonds. Dat vlees. Dus ik werd vegetariër op mijn 10e. Maar ik werd pas veganist op mijn 38e. Dat was in 2017. Toen ik voor de 2e keer meedeed aan de Vegan Challenge, waarbij je dus 30 dagen plantaardig eet. En ik dacht toen de 2e keer, waarom zou ik nou eigenlijk weer teruggaan naar niet plantaardig? En toen ben ik gewoon veganist geworden. En dat bevalt me tot nu toe echt supergoed. En ik
wil nooit meer anders. Ik heb echt de tijd nodig gehad om de stap te maken. Grappig genoeg heb ik toen in... Ik werd toen in april werd ik veganist, zeg maar. En ik geloof in februari, maart had ik een interview gegeven aan Margriet. Waarin ik letterlijk... Toen was ik dus nog vegetariër. Waarin ik toen zei dat ik ooit vegan zou willen worden. Maar dat het nog een jas was die me nog niet paste. Want de vegan challenge daarvoor in oktober was zo zwaar gevallen dat ik dacht... Oh, dit wil ik wel, maar ooit. Maar ik ben er nog niet klaar voor. Maar uiteindelijk is het me toch gelukt, heel kort daarna. En ik las ook ergens een spreuk, een uitspraak, die echt klopt wat mij betreft. I could never go vegan, said every vegan before going vegan. En dat is bij mij echt zo gegaan. Ik dacht echt, nee, dit gaat me echt niet lukken hoor. Maar heel kort daarna was ik toch vegan en ik ben nu helemaal om. Gewoon. Je moet gewoon weten wat voor jou de alternatieven, wat voor jou werkt. Waardoor je niks hoeft te missen in feite. Hoe stap je geleidelijk over op vegetarisch / vegan eten? Tips. Ik neem aan dat je vleeseter bent. Geleidelijk overstappen, ja, dat heb ik zelf ook gedaan. De ene is er wel klaar voor om in één keer vegan te worden. En de ander heeft gewoon wat meer tijd nodig. Ik had echt meer tijd nodig. Doe het op je eigen tempo. Want het is iets wat je voor de rest van je leven aangaat. Het is niet zomaar even je gaat het niet zomaar even doen, denk ik. Ik niet in ieder geval. Ik heb me echt goed voorbereid op. Hoe stap je geleidelijk over? Vang eens een element in je maaltijd door iets vegetarisch of beter nog vegan. Als je bijvoorbeeld een gehaktballetje eet, maak gewoon eens een gehaktbal van vegan gehakt. Of koop een hamburger die vegan is. Tegenwoordig steeds betere vegan hamburgers. Maar vooral ook wel, denk ik, weet waar je het voor doet. Je moet gemotiveerd zijn, je moet weten waar je het voor doet. Ik heb persoonlijk echt geen enkele twijfel als ik denk aan de gruwelijkheden in de bio-industrie. Hoe lekker ik vlees ook vind, of vond, ik zou het nooit meer willen eten, wetende wat er allemaal gebeurt in de bio-industrie en de verschrikkelijke taferelen. Dat is voor mij al reden genoeg om het vol te houden. Oké, de volgende vraag. Ik ben vandaag begonnen aan de challenge. Ik voel me gelijk productiever. Heb jij dat ook? Dat is dus de 75 Hard Challenge. Echt zo tof. Ik krijg van steeds meer mensen te horen dat ze het ook meedoen. Echt heel cool. Productiever, ja. Productiever. Energieker. Productiever, weet ik niet. Ik heb juist het gevoel dat ik heel veel dingen nu... Dat ik achterloop. Omdat ik heel veel tijd kwijt ben aan wandelen. En aan bedenken wat ik ga eten en zo. En ik moet er echt nog even een soort van inkomen. Om daar een balans in te vinden. Want dat is wel de keerzijde. Laten we eerlijk zijn. Ik moet wel per dag nu 90 minuten minimaal buiten wandelen. En dat betekent wel minder in huis dingen doen. Minder de was. Weet je, dat soort dingen. Productiever, ja. Meer energie. Dus uiteindelijk productiever, ja. Maar ik wou dat ik meer uren in een dag had. Dat sowieso. Productiever, dus ik zou dus eerlijk zeggen energieker. Ja, absoluut. En succes trouwens. Wat was je werk voordat je Wat Eet Je Dan Wel startte? Nou, ik maakte websites en ik onderhield websites. En ik maakte banners, digitale nieuwsbrieven, dat soort dingen. Allerlei digitale dingen eigenlijk. Dat is begonnen in 2001. Had ik mijn allereerste blog. Dat is gewoon volgend jaar 20 jaar geleden. Oh my god. Mijn eerste blog heette Pure Cuteness. En in die tijd... Dat was echt het begin van internet zo'n beetje. Toen moest je het allemaal zelf maar uitzoeken. Want je had nog geen WordPress en zo. Je had nog geen klik, klik, klik. Ik heb een website. En ik heb mezelf toen heel veel aangeleerd. En mijn eigen website in elkaar gezet. En onderhouden. En ik vond dat zo leuk. Dat werd echt mijn passie. En uiteindelijk, door allerlei omstandigheden, moest ik een nieuw werk zoeken in 2005, volgens mij. Ja, 2005. En toen kon ik aan de slag bij een webdesignbureau. Waar ik heel veel heb geleerd. En daar heb ik een paar jaar echt met heel veel plezier gewerkt. Toen kreeg ik een andere kans. En toen dacht ik, ja, ik ga voor mezelf beginnen. En toen ben ik voor mezelf begonnen als webdesigner. Een aantal leuke websites onderhouden. Maar alles is zo veranderd met WordPress. En het heeft ook voordelen. Maar voor mij, ik vond het niet meer zo leuk. Bloggen vond ik steeds leuker. In de keuken staan vond ik steeds leuker. En toen is Wat Eet Je Dan Wel eigenlijk uitgegroeid. Wat Eet Je Dan Wel ben ik in 2013 begonnen. Pure Cuteness was inmiddels al opgeheven. Bloggen is nu echt mijn passie geworden. Wat Eet Je Dan Wel? Alles eromheen. Koken, fotograferen, schrijven.
dit is wat ik zo leuk vind. Dit is wat ik nu aan het doen ben. Ik vind het zo cool allemaal. Social media. De ene passie heeft ruimte gemaakt voor de andere passie. Wat voor werk doet je vriend eigenlijk? Fabien werkt in de reissector. Onder andere adviseert hij mensen over verzekeringen. En vanwege de coronacrisis werkt hij dus ook, net als half Nederland, nu thuis. Dat hebben we op zich goed geregeld samen. We hebben boven een kamer. Die hebben we ingericht als kantoor. En daar werkt hij overdag. En ik werk gewoon beneden. Dat gaat prima. Hier achter mij zie je mijn bureau. En Noga. Man, het is zo lekker. Ik wil wel vegan worden, maar het is zo duur. En dat is echt een misverstand. Dat is echt een misverstand. Tuurlijk kun je iedere dag Beyond Meat burgers of noem iets anders duurs van de vegan junkfood bar, die heerlijke dingen bij de Jumbo kopen. Dan ben je inderdaad een fortuin kwijt. Maar als je gewoon kiest voor bijvoorbeeld kikkererwten gedroogd vooral, of in bulk dingen kopen, dan ben je echt niet super duur uit. Dat is gewoon echt onzin. Dat vegan per se duurder is. Kijk, ik maak wel dingen klaar waarbij je wat duurdere dingen nodig hebt. Bijvoorbeeld Kalanamak of Liquid Smoke. Maar zoiets koop je dan één keer in het half jaar of zo. Maar om nou te zeggen dat vegan eten per se duurder is, nee, dat denk ik niet. Wel helaas buiten de deur. Maar dat komt gewoon omdat het dan een vegan label krijgt. En dan wordt het op de een of andere manier duurder. Dat vind ik toch zo stom. Nou, ik heb hem bijna op. Ik ben al best wel vol te raken. Even een slok water weer. Ik heb heerlijk gegeten en ik vond het heel gezellig om met jullie te kletsen zo. Ik hoop dat je het ook leuk vond om te kijken. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En druk op het belletje, zodat je een notificatie krijgt als ik een nieuwe video upload. Want die komen er weer aan. Binnenkort een video over vegan kaas. Mijn tips en trucs en een supersnel recept voor je eigen vegan kaas. Ik ga het ook hebben over de producten, het aanbod in de Aziatische supermarkt. En ik ga je laten zien wat ik daar zoal graag koop. En er komt nog veel meer aan. Dus blijf kijken en ik hoop je gauw weer te zien. Doeg!